ik zelfs een schilderij van je kop. Ja, mooi hè. Het lijkt het Rijksmuseum al. Thailand. Wat is dat? Ja. Hier, kijk. Bangkok, mij in Bangkok. Ja. Je bent nog wel actief hè, hier. Ik ben helder ook. Ja, sinds ben ik helder ook, ja. Vliegt de hele wereld over. En ja, ook bezig met de Magirium Style overal te brengen. Komt net uit Zuid-Amerika. Ja, wat is de Magirium Style dan? Nou, de Magirium Style is door meneer Kurosaki ontworpen. Die was een beetje beledigd teruggekomen uit Bangkok. Die had een pak slagen gehad met alle karateka's. Toen heb hij een stijl verzonnen om, om tegen die thuis te kunnen vechten. Op hun manier, op die Japanse manier. En dat is Majiro Gym. En Majiro, dat is een wijk in Tokio. Dat is de gym van Majiro. Heb je nog een pauze van? Ja. 1,5. Ja. Dat is de eerste wereldtitel tegen Jumbo Kaio. WK, wedstrijd. De Amerikanen. Ja, en Jaap 1,5 was toen een beetje echt het kickboxvolhalla geloof ik. Brakenmat, ja, was leuk. Ja, was leuk. Jacques wat. Echt, stel top. Voor mij is de wedstrijd tegen Pajap is voor mij persoonlijk de dag van die kickboksen leuk gevonden. Ja. Heb je daar zelf nog een speciale herinnering aan die betaald? Ja, ik denk nou, gewoon de hele entourage, de hele opkomst, de hele show van beide. Ik maak een dansje, hij maakt een dansje, de hele Emerson Lake Palmer, de muziek. Ja, plus dat het natuurlijk een jongen was die ja, goed was. En bekend was al in Nederland, had hij dan gevochten, dat was ook natuurlijk mooi. Tuurlijk, hij had al een intrede gedaan en ja, dan tegen mij en dat was gewoon een grandioos partij. Dus, ja, dat soort partijen, zelfs in Esther Hoost en mij, dat soort partijen die blijven authentiek en ja, het is hoogstaand. Dus twee jonge, goede jongens. Klassiekers. Ja, klassiekers. Ja, Roep was wel bekend vanwege de knijter hebben lopen. Ja. Heb je er wat meer uitgehaald? Hè? Ja, ik heb gevoetbald, dus ik verplaatste de bal of, naar mensen. Ja, je bent niet onverdienstelijk, je hebt bij Ajax gespeeld, ja. Jeugd. Dus je hebt gewoon een carrière in A1 of in het eerste van Ajax. Ja, babypillen, ja. Nou. Speelde je echt hoog niveau? Nou, babypillen en senior. Okay. Nou, dat was leuk. Dus. Heb je het grote geld kunnen verdienen? Ja, ik vond een individuele sport leuker. Met, met meer trekken. Ja, ik sowieso. Ik heb altijd geturnd en toen een beetje gevoetbald, maar. Daar is ze lenig. Ben ik een. ja, ik was een lenige boer noemde ze me. Lenige boer. Dat ik taekwondo gedaan heb. Maar dat hebben ze me wel afgeleerd. Te lang met mijn benen in de lucht staan. En toen ben ik naar deze kant op gekomen. De sfeer van toen. De sfeer van toen, ja, het was veel beknopter denk ik, of tenminste meer Amsterdamse aangelegenheid en internationaal Japan en Thailand. Hè. Maar hier in Amsterdam was het Shakuriki, Jirgim, Stolp, Vos. Dus dat is hier een beetje de concurrentie. Ja, dat is, ja, plaatselijke concurrentie. Ja. Shakuriki. Ja, dat is een beetje Shakuriki. Maar Gino en Shakuriki waren het was geen. Ja, was iets gebonden volgens mij. Dat is voor mijn tijd geweest. Ik heb de nadagen ervan meegemaakt, want ik ben hier in 81 of zo, 82 ben ik gekomen. Maar toen, ja, toen was het heel heftig. Ja, dat was een beetje haat en nijd. Maar ja, later bleken de sensei's bleken het goed met elkaar te kunnen hebben. En wij maakten ruzie onderling. Maar dat verkoopt wel. Nou, dat was ook de. Ja, dat was de. Maar heftig, kunnen we het over vertellen? Nou, ik weet er niks van, Rob weet er meer van. Nou, ik denk dat het gewoon ja, onderlinge rivaliteit was. Gewoon jonge jongens die iets kwijt moesten. Ja, en, energie. Ja. Ja, energie kwijt moesten en daar werd gebruik van gemaakt. Gewoon, ja. En ja, dat werd altijd een beetje aangedikt. Ja. Ik denk dat je jonge jongen, je ego en je ja, presteren voorop stelt. En, ja, dan raak je later een beetje kwijt. Maar in het begin is het natuurlijk jonge handjes. En dan wil je bewijzen. En ja, dat is leuk. De ene buurt tegen de andere buurt. Ja. School tegen school, ja. Maar voor de rest, ja, internationaal vond ik het veel leuker eigenlijk. Dat is. Nou, wat welke partijen ze echt bijblijven? Wat zijn echt. Ja, de eerste tegen. Mijn eerste wereldtitel. Dan de eerste Thai in Thailand. Heb je nog een poos? Is dat Thailand? Moet ik even kijken hoor. Nee, Thailand niet. Nou, Edehal, ik ben de eerste tegen
Amerika, Lindy Rodriguez, de zwaag van Benny Jukides. Rijkt en ademt hier nog steeds traditie, zeg maar. Toch? Ja, en ruikt, sommigen zeggen het stinkt. Goede zwedelig, hard trainen. Of vandaag per week zonnetje? Stond ik hier? Ja, oh, 5-6 dagen. Ja. Echt wel. Ja. Is dat te vergelijken met nu? Ja, ik denk dat dezelfde. Ja. Ik denk dat we op een heel hoog niveau zaten om te trainen. We trainen zoveel mogelijk, 2 keer per dag al. Dat is nou normaal. Dat is gehandhaafd worden. Ja. Maar, dat brengt me bij een soort van hamvraag die altijd in mijn hoofd zit. Ja. Stel dat Rob nu in zijn conditie van destijds erin is afstappen. Nu, met de ervaring die ik nu heb en de conditie van toen, ja. Ik denk dat ik een betere vechter zou wezen als toen nog. Maar zou je, de K1 bestaat niet echt meer, maar zou je echt op de top mee rijden? Of is het zo veranderd dat dat niet meer te vergelijken is? Nee, ik denk niet dat dat verder veranderd is. Ik denk dat wij gewoon toch heel erg voorop liepen, vooruit liepen. Ik denk dat ik daarom ook zo lang heb meegedraaid, in zoveel generaties. Maar ja, als ik de conditie nog had en de kennis van nu, denk ik dat ik een veel betere vechter was dan toen. De droompartij, Rob Kamer tegen Badr Hari of zo is krijgen. Nee, dat zou fantastisch zijn. Ze blijven, hè? Ze blijven proberen. Ja, maar goed, dat heb je in boksen natuurlijk ook. Dan heb je ook altijd bal met Ali tegen die. Nou, ik denk dat Rob een hele goede kans heeft. Ik denk alleen dat je dan wel moet kijken ook naar het moment in de carrière van Badr, waar hij nu in is op het gewicht. Ja. Dat is ook wel verschil. We hebben natuurlijk allebei een heel stuk van onze leeftijd bestreken met wedstrijden. Ik vanaf mijn 24ste tot mijn 39ste, ja, nog eerder. Ik was mijn 24ste eerste wedstrijd. Maar dat is natuurlijk ook allerlei. Je bent jong, je bent nog wat wild. Later word je wat ouder, dat je wat meer rust. Wat je voorbeeld is, wat je voordeel kan zijn op een jonge hond. Ja, het is veel met de natuur te maken. Hey, je zei net boksen. Dat vond ik ook wel leuk. Je hebt ooit een bokspartij gedraaid tegen Rudy Koopmans? Ja, dat was een demonstratiepartij. Oh. Geen echte slachtpartij daar. Nee, want het was eigenlijk een beetje. Ze dachten dat ik ging kickboksen en dat hij ging boksen. Nou ja, daar begint hij natuurlijk nooit aan. Dus toen hebben we gewoon afgesproken dat we een leuke sparringpartij hadden. Maar ja, dat werd gewoon op zodanige manier gebracht dat het een beetje uitgespeeld, zeg maar. Natuurlijk zeiden we nou. Ach, even zijn leven natuurlijk niet met Loki's tegen me. Nee. En dat snap ik ook. En dat was ook helemaal die afspraak waar. Dus we hebben er gewoon een spanningspartij van gemaakt. Het is een videoband die je terugdraait. Niet altijd positief, maar. Kun je het missen, die tijd? Ja, ik weet het nu. Maar het is een leuk moment. Het is een goed moment. En minder goed moment. Maar hoofdzakelijk voor mij een topmoment. Maar wat zijn de minder mooie momenten? Ja, als je verliest, is het er ook bij natuurlijk. Ja, dan ga ik niet in elkaar zetten, de lessen die je wil leren. Maar zoveel heb je er toch niet verloren? Wat zeg je? Zoveel heb je er niet verloren? Nee, ik loop er altijd nog een keertje tegen. Ja, hoort het. Ja. Nee, anders had ik hier niet gestaan. Had je ook geen interview met me. Nee, je bent een legende. Boeka. Dat was leuk. Boeka, wel eens. Ook een legende, geloof ik. Ja. Ook een heel apart. Ook een uitzonderlijk talent. Ja, toch? Zelfs voor thuis begrippen. Ja, maar ik denk natuurlijk gewoon omdat hij veel meer combineert. En, Hij is een beetje een mix van Japans, Europees en Thais, vind ik hem. Hij is gewoon compleet. Hij combineert dus arm en benen. En, goede afmakers. Ja. Een compleet jongen. Heel veel thuis die hebben, zijn gewoon één specialiteit georiënteerd, zeg maar ellebogen of clinch of alleen maar trappen, goed met afhouders. En, ja, complete jongens vind ik het toch. Het is interessanter om te zien. Samad, Samad van vroeger. Samad vroeger. Het is van Sitiatong, waar ik nu ook getraind heb. Sakmukal, er zijn er wel een paar hoor, die het ook allemaal kunnen hoor. Ah, oh, zijn er genoeg, ze trekken daar wel een blik op, maar echt degene die er echt uitspelen. Je hoort weinig meer van Thai eigenlijk. Het is allemaal kickboksen en Thai-boksen hoor je niet meer. En Thai zie je ook niet meer terug. Een beetje jammer toch eigenlijk. Wat vind je van die huidige regels die we nu al 3x3? Ja, het is die kortere partij, het is meer sensatie. Iedereen gaat gewoon, er zit weinig opbouw van een gevecht in. Het zijn twee poppetjes die ze afschieten op elkaar.
En ik ga voor 3 minuten, drie keer 3 minuten. En ja, vroeger hadden we 7, 9, 12 rondes van 2 minuten, 5x3. En dan moet je toch ten eerste al met een gameplan erin komen. En ik denk dat wij, tenminste als ik over mezelf had, mijn tegenstanders veel meer analyseerden. En keek waar de zwakke en goede plekken zaten. En daar een bepaald gameplan op voorbereiden. En dat zie ik eigenlijk nu steeds minder van. Tenminste, ja. Ik heb het idee dat ze wel opletten, ja, hoor. Ik zie in de hoek ook dat ze heleboel dingen van ons overnemen. Oh, tuurlijk. Ook onze tactieken zie ik gebeuren. Zie ze ook nadenken, tegenzetten doen tegen ons. Ja. En dat is leuk ook, denk ik. Ik denk ook dat het een van de dingen is van Plas altijd van hier. Hij heeft altijd gedeeld en ze kennen zijn. Ja, dat is de kracht van Jan, vond ik, dat hij iedereen individueel kon aanpakken. En iedereen zijn kwaliteiten, dat het goede kon uitbuiten en bij kon brengen wat geen mist. En dat brengen we nou allemaal weer de wereld over? Voor de rest, ja, andere grootheden natuurlijk. Fujiwara, waar we alles een beetje in de belk hebben. Shima, Fujiwara, waar Jan oorspronkelijk vandaan komt. Ja, dit vind ik allemaal mooi. Dit zijn van die hele vergeelde foto's. Ja, dat is echt. Die zijn helemaal vergaan, zo. Hier tegen Blinky. Ja, bijzonder oude. André. Hoe ben je eigenlijk ooit begonnen met kickboksen? Ik voetballen, dus bij Ajax. En toen kwam ik langzamerhand met Pintjak Silat. Ik woon in de Bijlmermeer, in Kelberg. En er was Ruud van Weldam, die had in Kantershof met Roy Martina, had daar zijn Pintjak Silat school. En ja, Roy Martina was eigenlijk de eerste waar ik een beetje wedstrijden mee had gedraaid, free fights, ja, op een mat, zeg maar het puntensysteem. En dat beviel me eigenlijk. En toen ben ik met Lucien Cabine in aanraking gekomen. En ja, in Kwaku in de Bijlmer, deur op slot en trainen. Zweten. Ja, Lucien Cabine heeft hij ook nog getraind zelf. Ja. Wie komen hier allemaal vandaan eigenlijk? Zeg maar echt, de hele lijst met bekende vechters die hier vandaan komen? Ja. Oh, dat is te lang om te noemen. Ja, ook een oud jaar hier. Ja, Thijs Veldman, Aris Koopman, Lucien Cabine. Van Ossen. Van Ossen, broertjes Van Ossen. Gaan we nog meer terug? Jamali. In ons toe kwam toen. Brilleman, Goebbeli natuurlijk. Ja, Leo de Snel. Ruud de Ronde, die ook weer in Rotterdam nou weer promotor is. Ja, er was nog een oudere gouden. Jan Galenkamp. Dit ervoor nog, ja. Jan Vos, heb je ook nog les gegeven. Ja, zo begonnen hier. Volg je toch eigenlijk kickboksen van tegenwoordig? Of is het? Niet zoveel. Ja, omdat ik daar in Amerika meer geconfronteerd word met het MMA. MMA. Ja. En eigenlijk een beetje stand-up doe voor MMA-vechters. Ben je er heel actief in met MMA? Niet meer zo. Ik heb eigenlijk, ja, je wordt ouder, je groeit wat, je wordt wat minder interesse in het hele competitie gebeuren. Ja, ja, ja. Als trainer vind ik het wel leuk. Maar ik vind het heel leuk om seminars te brengen, om te geven en om kennis over te dragen. Maar het hele competitie gebeuren, ja, dat doet me niet echt meer. Nee, dat doet mij echt niet zoveel meer. Wat vind je ervan, MMA? Je hoeft zien dat soort zaken? Ja, ik vind als het niet te lang op de grond duurt, ja, ik vind gewoon dat ze er eigenlijk een tijdslimiet eraan vast moeten koppelen. En zolang als er niet te lang wat gebeurt, dan vind ik het niks aan als twee gasten maar op elkaar liggen te rollen en er gebeurt niks, geen actie. Dan vind ik het staande gewoon veel mooier. Kijk, ik vind een paar vechters zoals George Pierre, Brandon Vera die ik getraind heb, ja, die het allemaal goed mixen. Het grondgevecht plus het staand gevecht, BJ Penn, ja, er zijn een aantal hele goede. Ja, dan vind ik het leuk om te zien, maar als het alleen maar op de grond ligt, dan vind ik het minder. Is het ook begonnen met je filmcarrière, geloof ik? Ja, gedeeltelijk. Gedeeltelijk kwam ik dus met Van Damme in aanraking. Toen ik in Parijs vocht. En die hebben me toen gevraagd voor een stukje film. Toen heb ik in totaal 4 films meegedaan. En
Toen ben ik eigenlijk weer alleen terechtgekomen. En dat blijft hangen? Ja, dat is wel vallen. Was je toen hard rijden? Trainen, alles? Nou, wat hier gebeurt is net zo hard. Als je hier op die mat kijkt, zie je genoeg bloed. Dus er zijn hier genoeg mensen die het hier zwaar gehad hebben. Alleen ik denk wel dat we wel hier al... Ja, het gaat niet om wie het laatste blijft staan. Daar gaat het niet om, dat is een andere mentaliteit. Ik denk dat bij Jurgen bekend staat voor een gezonde competitie. Ja, wel gewoon hard, maar gewoon fair. Weet ja. Ik, ja, Rob. Ja, vind je dus. Jawel, hartstikke fair. Ja, nee, nee, er valt niks te vertellen. Nee, het is gewoon hard. Het valt ook niet mee. Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk okay, niet. Ja. Ik heb genoeg klappen gehad. We hebben genoeg klappen gehad. Sorry, ik was niet deel genoeg. Ja. Nou ja, heb je terug gehad ook. Dus ja, wat dat betreft... Dat is over en weer. Een gezonde competitie. Ja. Kijk, ik denk dat je daarvan leert. Ja, het is niet altijd... Het is altijd wel vervelend om wakker te worden in de auto en te denken van... Wakker te worden? Het is gebeurd. Of in de les, weet je wel. Nou. Ja, brengt het wel eens angst met zich mee, zeg maar. Tuurlijk. Maar ja, vooral... Het krijgen is gewoon toch niet... Ja, nou. Vrij simpel. Knock-out. Nee, ja. Ik leert ermee dealen, maar ik bedoel... Ik heb ook onder druk gestaan bij... Ja, dan met boksen. Maar... Ja, ook met kickboksen gewoon mee. Maar, ja, je leert er mee dealen. Ik bedoel, dat is de hele name of the game, om daar onder druk mee te leren dealen. En ja, het is niet altijd even prettig, maar dat is wel de kunst in feite. En ja, dan kom je op fighting spirit uit ook. Hè? Dus inderdaad, je zou sterk kunnen zijn en heel alle technieken beschikken, maar als het in de kop niet goed zit, dan nee, gaat het pijn drukken. Het is het punt om toch ontspannen te blijven. Als je onder druk staat en de juiste dingen te doen, de juiste timing te blijven houden. Er zijn heel veel mensen die verliezen daar, omdat ze dan niet meer kunnen denken of dat ze zo onder druk staan. Of... Ach, ik weet niet. Als het wisten hadden we alleen maar kampioenen. Ja, ja. Ja, nee, dat ik vraag me wel eens af, hè. Als je dan, je hebt het net over een gameplan, dat je dat van tevoren bedenkt, zeg maar. Ja. Maar als het in de wedstrijd nou blijkt dat dat gameplan, dat werkt gewoon niet. Is het dan moeilijk om te switchen? Ja. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. Maar dat probeer ik ook continu over te brengen aan mensen. Dat ze niet alleen maar vastbijten in één stijl. Maar probeer dus ja, zowel aanvallend als op de counter te kunnen vechten en als verdedigende. Dus dat is denk ik als trainer zijn dat ik daarin gegroeid ben dat je dat goed aanpakt. Want ja, heel veel trainers trainen gewoon maar één manier. Ja, heb gaan of daarvoor. Of, dus ze denken niet aan meerdere patronen of meerdere stijlen om die goed door te nemen. En ik denk dat daar kwaliteit van André ook in ligt. Ja. Gewoon, blijven groeien. Ja. Als blijven leren. Blijf ook foutjes maken. Ja, maar nu zeg je dat er trainers zijn die vastzitten in een bepaalde familie. Maar je ziet de laatste tijd ook best wel vechters die nog van een sportschool naar sportschool switchen. Dus een soort van loyaliteit of zo is er niet. Nou ja, kijk. Aan de ene kant kan ik het begrijpen. Want als jij ergens anders beter kan ontwikkelen en dingen. Is het, aan de andere kant is het niet leuk voor de. Ja, loyaliteit. Ik vergelijk het ook een beetje met werk. Als een baan je niet meer bevalt of je kan het beter, ja, dan kan je ook weggaan. Dan kan je ook, maar het zit toch dus, een beetje in die kleine dingen. Vroeger liep iedereen, als je erin stapte, gewoon in een Majiro broekje. Er waren ook iemand regen gebroken. Maar over het algemeen, doe je misschien. Ja, in Amerika dachten ze dat het anders betekende. Dus. Nee, ik ben wel met Rob en zo. Kijk, als het niet meer lukt, dan lukt het niet meer. En dan moet je gewoon elkaar een hand kunnen geven. Het ligt alleen op de manier waarop af en toe. En soms is het meer eigenbelang als zeg maar dat ze echt willen verbeteren. Soms hebben ze geen eens een verbetering, maar dan is het... Ja. Nou, als het niet lukt, ik wil het gewoon... Nee, klaar is klaar. Dan, je hebt het geprobeerd en dan moet je stoppen. Nou ja, loskomen echt van het kickboksen is ook moeilijk. Ja, daar heb je toch je... Daar kennis je van, dus dat blijf je toch continu naartoe trainen. Dus. Jij zei het allemaal over, ja, je hebt het hardste loken. Ja, tuurlijk, ja, trap ik hard. Maar ik denk, als het moment niet goed is, kun je het nog zo hard trappen. En dan heeft het ook geen enkele... En het, dus ik denk timing, een van mijn grootste... Dans.
Nee, maar ik bedoel, het is ritme. Ik denk timing en ritme, dat is heel belangrijk. Dus je hebt heel veel mensen die hebben totaal geen ritme in staan. Ja. Als je dat wel hebt, dus komt het ten goede. Dus. Je hebt een hele lange carrière gehad. Veel mensen zeggen altijd, ja, vechtsport is gevaarlijk, blessures, maar met voetbal en dergelijke denk ik, maar het is net zo groot. Maar heb je voor jezelf, zeg maar, ik heb last van mijn enkel. Ja, ik heb natuurlijk, ja, mijn duimen, mijn knokkels, mijn middenhandsbeentjes, schenen die ik een aantal jaap in heb gehad. Zo. Ja, de oorlogswonden. Maar ja. Ik bedoel, ja, ik weet het niet, het was een beetje normaal door mij. Maar ja, leuk was het niet. Ja, ijspakken altijd. Je leefde in feite met ijspakken en blessures. En daar ben ik nou wel blij dat ik een beetje... Daarvoor genezen ben. Ja, genezen. Klaar met dit. Ja, klaar met dit. Ik heb er wel een beetje genoeg voor.